Hi, Bas Ballast hier. Bij Ballast Nedam Industriebouw streven we naar een veilige en leuke werkomgeving. Hoe zorgen we er nou voor dat jouw werkplek een veilige zone is voor jou en je collega's? Veiligheid begint bij jezelf. Jij weet wat jouw verantwoordelijkheden zijn binnen jouw werkgebied. Wat de regels zijn op de bouwlocatie. En je volgt deze op. Het kan ook zijn dat je een collega ziet die dit niet doet. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Spreek je collega hier dan op aan. Op een manier die je zelf ook prettig zou vinden. Probeer oogcontact met elkaar te maken. Geef rustig aan wat je hoort, ziet, ruikt of opmerkt. Als er een directe oplossing is, draag deze dan aan. Is de situatie niet makkelijk op te lossen, stap dan naar je leidinggevende of de HSE-coördinator van het project. Het kan ook zijn dat je zelf wordt aangesproken. Neem dat dan serieus. Als een collega een onveilige situatie bij jou ziet, stop dan met het werk dat je aan het doen bent en doe een stapje terug. Kijk dan ook samen hoe je de veiligheid kunt verbeteren en welke acties je moet ondernemen. Zo zorgen we voor elkaar en voor een veilige werkomgeving. En gaan we samen veilig naar huis?